Mijn beste vrienden, Paramaribo groeten met een grote Biggie Brassa. Het is nog steeds 17 maart 2022. Het dreigt een beetje te regenen, maar het heeft nog niet geregend. En het is natuurlijk gewoon lekker mooi weer. Onze vogeltjes die vliegen hier rond. En wij zijn er om met u te spelen. Ik noem het speciaal spelen, omdat ik weet dat er steeds prikkels uitgaan hier vandaan en die komen aan bij u en die worden van tafel geveegd in één klap, pats! En later worden ze weer opgeraapt door dezelfde persoon of door een partner of iets anders en dan wordt er toch even over gepraat, beste vrienden. Dan heb ik en hebben wij hier eigenlijk ons doel bereikt. Want het gaat erom dat u blijft nadenken. En niets, absoluut niks, neemt als... Ja, het is goed. Het is wel goed. Het komt wel goed. Beste vrienden, het komt niet goed als u het niet goed maakt. Het komt niet goed als wij het niet goed maken. En wat we ook willen, het begint met onze verbeelding in onze fantasie. Wij moeten het goed maken om het goed te hebben. Beste vrienden, Suriname is niet gevraagd. U hebt er niet om gevraagd, ik heb er niet om gevraagd, niemand heeft erom gevraagd. Ze hebben het gediefd, gestolen en daarna zijn wij erin gepropt als beesten om te komen werken. En dat hebben we gedaan en uiteindelijk is dat afgelopen na allerlei djugu. En wij zijn nu, het is 2022, eeuwen terug was dat. En wij zijn er nu en ik moet u zeggen, het is nog steeds poepeljantje, want het gaat niet. Het gaat niet omdat degenen die het zouden moeten kunnen laten gaan, u en ik, steeds hun kracht en hun mogelijkheden geven aan anderen die het ook niet kunnen. En die het absoluut niet kunnen. En die nooit bewezen hebben dat ze het kunnen. En toch blijven we het doen. Raar nog. Kijk maar naar die 17 partijen die geweest zijn, mee hebben gedaan aan de verkiezing, waarvan anderen al 30 jaar oud zijn en nog steeds 0 zetels hebben behaald. Beste vrienden, er is nog niemand die gedacht heeft van mijn God, laten we toch dat ding samen bundelen. Maar praat over Suriname, unite, de mogelijkheid om al die J's bij elkaar te brengen en ze te laten denken vanuit één kern. We hebben het over die kern. We hebben het over verbeelding en fantasie. We hebben het over de kracht van creativiteit en positief denken. Dat moeten we bundelen en het afzetten tegen datgene wat ons al een hele tijd beheerst. Het is koorts. Het is COVID in combinatie met allerlei andere rotzooi die er is. Het werkt van geen kanten en u weet dat het niet werkt. Je zit daar op je geweldige kantoor als advocaat, Ruby Arno, en die andere is weet ik veel wat en die andere is nog weet ik veel wat. En ze zijn allemaal in één pot van die bravo die niet te vreten is. En waarom? Omdat niemand de kracht en de wil en de moed en de fantasie en creativiteit en de verbeelding heeft om de daad te volgen. Want waar het om gaat is eenheid. Als in Suriname die eenheid in gedachten niet komt, zijn we allemaal de pineut. En dat zie je al nu gebeuren. Dus je moet niet wachten tot morgen. Je moet beginnen te kijken naar nu. Geef schuld aan Bouta.
Geef schuld aan Chan. Geef schuld aan PS en aan alle andere beste vrienden. Zal ik u één ding zeggen? Luister goed. Het zijn allemaal slachtoffers. Allemaal een slachtoffer. Daisy, nou een slachtoffer. Chan, nou een slachtoffer. Alles wat daarvoor was, een slachtoffer. Zo slachtoffer. Kijk, 25 november 1975 was Suriname onafhankelijk. In de hele wereld. Met één stem meer. Die stem van Hindoori heeft gemaakt dat Suriname onafhankelijk is geworden. De grotere ellende was er niet. Maar die ellende daarvoor was verschrikkelijk. Die ellende daarvoor was verschrikkelijk. Wat is er nu gebeurd? Het is ellende op ellende. Want die ellende daarvoor was erg. Maar kunnen we de mensen die onafhankelijkheid hebben gevraagd en gerend en bezig geweest zijn op de barricades, kunnen we die mensen veroordelen omdat ze zogenaamd vrij wilden zijn? Zal ik u zeggen, wij mogen ze niet veroordelen. Ik heb ze wel eens genoemd de slimme stommerikken van Suriname. Ja, maar u kent mij inmiddels langer. Ik heb het gedaan en u weet waarom. Niet omdat ik ze minacht. Ook niet omdat ik ze veroordeel, maar omdat ik weet dat het slachtoffers zijn van hun eigen drijf. Want dat nationalistische van Eddie Bruma was geweldig. Het heeft mensen opgepompt, maar het heeft geen oplossingen gebracht in de mind van de mens. Omdat we niet wisten wat onafhankelijkheid inhield. Ja. We zouden zelfstandig een plek krijgen bij de Verenigde Naties. We zouden zelfstandig geld kunnen lenen op de wereld en het land tot ontwikkeling brengen. Dat geld wat we gekregen hebben bij die onafhankelijkheid, 3,5 miljoen Surinaamse guldens, is verdampt. Net zoals alle andere dingen zijn verdampt. Ik ga het nog een keer zeggen, want ik heb het al 1000 keer gezegd. Maar de kracht van communicatie is herhaling. Daarom nog één keer. Wat zou er gebeurd zijn wanneer Suriname een behoorlijk groot deel van die 3,5 miljard, laten we zeggen zo'n 500 miljoen gebruikt had om het onderwijs te injecteren, om het beste onderwijs van het Caribisch gebied en de wereld in huis te halen, om het binnenland te ontsluiten, om microsteden te maken, om arbeidsplekken te voorzien, om al dat soort fantastische dingen te doen die ik nu kan ophoesten. Dat idee was niet aanwezig bij mijn voorgangers. Dat idee was er niet. Ze wisten niet hoe ze het moesten doen. Terwijl er wel ontwikkelingen waren in de wereld die ze konden volgen. Maar ze waren zo geobsedeerd op die onafhankelijkheid. En dat geld. Dat ze niks hebben gedaan. Geef aan een zwerverbroeder van mij $100. En denk dat jij morgen $25 terug gaat zien. Nee, hij heeft alles opgemaakt. Vraag waar hij het aan heeft opgemaakt. Hij weet het niet, beste vrienden. Als je geen plan hebt, heb je niks. Dat plan ontstaat door verbeelding, door kracht, door creativiteit, door de power om te gaan. Positief. Dat is die power. Dat is die power. En dat hebben wij gemist. Bij allemaal. Bij allemaal. Toch kreeg Aaron een standbeeld. Ja, hij kreeg het niet van mij. Hij kreeg het. En u kunt het zien, heel Suriname volgt. Weinig Suriname doen, ze volgen. En ach, we weten dat mensen zoals ik, die praten, beschouwd worden als ach man, samai taki man, samai. Beste vrienden, in het leven en de geschiedenis van de wereld zijn het vaak de gekken die veranderingen hebben kunnen brengen. En die verbeteringen hebben kunnen brengen. Wij
hebben dit land betaald met bloed, zweet en tranen. En we hebben er toch geen reet van gemaakt. Er kwamen Hindustanen, Chinezen, Javanen, allemaal bij elkaar. Samen hebben we er geen ene reet van gemaakt. Wat we wel hebben gedaan, verschillende groepen hebben zichzelf verrijkt. En ze hebben zichzelf verrijkt. Op basis waarvan? Op basis van het feit dat die ene man die met zijn zweet, bloed en tranen had betaald, het helemaal liet liggen. Niemand heeft jou iets gedaan. Bestaat niet. Je hebt jezelf iets aangedaan. En de tijd om het te corrigeren is pas op het moment dat je erkent dat je zelf iets gedaan hebt wat niet klopt met je eigen, met je Die erken, dan is het tijd. En die tijd is nu. De tijd is nu. Want moet je denken dat wij alleen maar fouten maken? Kijk, de fouten die gemaakt zijn door die grote wereldleiders, waardoor het nog steeds aan een zijdedraadje hangt. Voor een ene megalomaan, een krankzinnige man, om op een knopje te drukken en de hele wereld gaat kaboom. Laten we hopen dat die vinger waar hij mee wil drukken afvalt. In figuurlijke zin, terug naar Suriname. Wij hebben een taak, beste vrienden. Wij hebben een taak. De idee van Suriname Unite is om de geesten bij elkaar te brengen. Zodat we vanuit een kern kunnen denken en kunnen handelen. En datgene wat we moeten doen is het meest eenvoudige wat we kunnen doen. Positief denken. En een verbetering zijn die wij willen teweegbrengen. Beste vrienden. Natuur en cultuur. Politiek is cultuur. Religie is cultuur. Kunst is cultuur. Onderwijs is cultuur. Daar begint, mijn beste vrienden, de ontwikkeling van dit Suriname. Laat me u één ding zeggen. Ik heb een droom. En ik zie dat elk Surinaams kind wat nu over straat loopt, kind dat nog geboren moet worden, kan lopen als een spectaculair wezen. Met alle mogelijkheden die verzameld zijn in die mens. Onze creativiteit, fantasie, verbeelding is ongeëvenaard. En daarom is het zo dat we dat gebruiken in de meest negatieve zin die er bestaat. Want je moet echt heel sterk zijn, hoor, om nu van een gewone staat tot een narco-staat te zijn verworden. Daar is ook kunst en vliegwerk voor nodig. Dwars door alle ogen die kijken door in de hele wereld, word je toch. Het is geen eer. Nee. En daarom zeg ik u, de andere kant is ook mogelijk. Wij kunnen het beste bereiken wat er op de hele wereld te bereiken is. Ja man, in sport, in muziek, in wetenschap, in kunst. In regeren, in het land als voorbeeld stellen voor alle andere landen. Luister, laat me afsluiten met het feit dat heel veel mensen, grote wetenschappers, zeggen dat zodra een land, een derde wereldland, bestuurd wordt door mensen zoals wij zijn in Suriname, dat daar de corruptie sky high is, het onderwijs deplorabel, criminaliteit, man, super tof, 100.000 per jaar criminaliteit in Lawi, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, niks. Ik kan nog verder gaan, beste vrienden. Hoe lang
gaat het duren voordat wij erkennen dat Suriname behoort tot één van die landen. En dat is ongeacht Tjan en Daisy en de hele rattenplank samen. Hoe lang gaat het duren voordat we erkennen dat dit het geval is en we het heft ter hand nemen om het zelf te verbeteren? Want de beste verbetering zijn we zelf. Wij moeten het doen. En als wij het niet doen, zal niemand het voor ons doen. Want allemaal die bezig zijn, die genieten van het kwaad dat ons opvreet en hun voet. Beste vrienden, wat we zullen zijn, is wat we van onszelf hebben gemaakt. Laat me besluiten. In het leven gaat het om het zijn. Om het zijn. Niet om het hebben. Op het moment dat het gaat om het hebben, ben je bezig jezelf kapot te maken. Compleet. Mijn beste vrienden, er is natuur. Dat is wat wij zijn komen aantreffen. De planten, de bloemen, de bos, dieren, het water, bergen, de wolken. En er is cultuur. En cultuur is datgene waarmee wij ons hebben bezig gehouden. Die mens in alle mogelijke dimensies. Alassane zou fasie. Moet ik zeggen, in Suriname zal het beter gaan, want wij weigeren te accepteren dat voor deze het bloed, zweet en tranen van onze voorouders is niet gevloeid voor deze rotzooi die er is. Paramaribo groetje. Blijf denken. Blijf denken. Het gaat er niet om dat u eens bent met me. Blijf denken. Want dat zaadje van denken zal uw verbeelding prikkelen. Waardoor u op een gegeven moment kan zijn waar u moet zijn in het leven. Beste vrienden, Paramaribo groeten. Tot later.